Nu zijn er ook nieuwe methoden, zoals menselijke stamcellen, waarmee we eigenlijk beter onderzoek kunnen doen, maar ook het gebruik van proefdieren kunnen verminderen. Ik onderzoek celkweekmodellen voor het testen van gezondheidsrisico's, van medicijnen, maar bijvoorbeeld ook chemicaliën die voorkomen in voeding of in de natuur. En celkweekmodellen zijn eigenlijk cellen die wij gebruiken op het lab om onze experimenten mee te doen. Mijn naam is Sibel Batiri. Ik ben PhD-student aan de Universiteit Leiden. En ik werk binnen het Leids Academisch Centrum voor Medicijnonderzoek. En ik doe onderzoek naar celkweekmodellen als alternatief op proefdieren. We halen cellen van verschillende bronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld levercellen zijn die echt afkomstig zijn van de lever van donoren. Maar dat kunnen ook stamcellen zijn. En ik was heel erg gefascineerd door deze cellen, omdat ze eigenlijk kunnen veranderen in iedere cel van het lichaam. En daardoor toegepast kunnen worden om een soort van mini-orgaantjes te kweken. Onderzoek doen bij mij bestaat voornamelijk uit labwerk. Ik ben vooral veel bezig met mijn cellen verzorgen op het lab. En als ik ze goed heb verzorgd, dan kan ik uiteindelijk experimenten met ze doen. Met een microscoop kun je dus bekijken of dat je cellen in een gezonde staat zijn of niet. En dat kan je eigenlijk zien aan de vorm van de cellen. Maar dat kan je ook zien door te kijken naar de groei van de cellen. Dus zijn er meer van deze cellen dan dat er gisteren waren? We doen eigenlijk hele grote experimenten. Waarbij we heel veel verschillende soorten chemische stoffen testen op onze cellen. En je kan je voorstellen dat we hier heel veel data mee genereren en dat moet uiteindelijk geanalyseerd worden. Dus mijn onderzoek bestaat ook wel grotendeels uit het analyseren van die data en het proberen te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt in de cellen. Het doel van mijn onderzoek is uiteindelijk om te kunnen interpreteren hoe deze celkweekmodellen eigenlijk toegepast kunnen worden voor het testen van veiligheid van geneesmiddelen, chemicaliën en voeding of in de natuur. Te brengen naar beleidsinstanties zoals de EU, zodat zij dit kunnen toepassen voor hun veiligheidsvoorschriften. Uiteindelijk draagt mijn onderzoek bij aan het verminderen van proefdiergebruik, maar ook aan het verbeteren van veiligheidstesten. Want uiteindelijk gebruiken wij alleen maar menselijke cellen. En proefdieren zijn natuurlijk niet helemaal representatief voor de biologie van de mens.